Wil je hier in de buurt blijven? Want dan gaan we het gewoon regelen dat je naar Feyenoord gaat. Ja, ik weet het niet. Zo moet je ermee oppassen, hè, wat je hier... Ik moet heel mee oppassen wat ik zeg. Ja, Abdou Haroui, jullie trainen weer, maar kan je uitleggen wat kunnen jullie doen en wat kunnen jullie er vooral niet doen? Want volgens mij lijkt het niet echt op echt trainen, of wel? Ja, het is meer lopen, sprinten en pasen, trappen, afwerken. We mogen nog geen contact met elkaar hebben, natuurlijk. Dat is begrijpelijk. Dus echt trainen kan je het niet noemen, nee. Nee, want het is een beetje een soort... ik heb met andere voetballers wel eens over gehad. Die zeggen, het is een soort voorbereiding. Maar ook dat niet eens, want je mag gewoon niet... Je mag geen duel aangaan, niks. Nee, precies. Ja, voetballen is partijen spelen. En als je geen partijen mag spelen, dan train je eigenlijk meer conditioneel gericht. Dus echt voetballen is het niet, nee. Volgens mij hebben voetballers daar juist het meeste hekel aan, toch? Aan dit soort trainingen, dat je alleen maar een beetje moet lopen en... Nee, maar we doen ook leuke vormen, hoor. Afwerken doen we heel veel. En het pasen, trappen en voetvolley, dus we maken er wat leuks van, ja. Kan je uitleggen, hoe ziet een training eruit? Je komt hier binnen en wat mag je doen? Want je bent nu ook in tenue, hè? Je mag hier volgens mij niet douchen, je mag hier niet omkleden. Nee. Hoe ziet zo'n dag eruit als je hier binnenkomt? Ja, we trainen in groepjes. En die groepjes veranderen eigenlijk niet, tot nauwelijks. Het zijn vaste groepjes, we trainen vroeg in de ochtend. En die groepjes worden verdeeld over twee kleedkamers. Groep 1 en groep 2. Wat we dan doen is, je mag hier niet douchen. Omkleden mag wel. Kleren moet je ook zelf thuis wassen, snap je. Dus, en na de training moet je gelijk naar huis. Wat ik ook zou, geen contact, snap je. En that's it eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk ook qua medespelers maar contact met een heel klein groepje. Ja, we houden het contact heel klein met spelers. Is het dan nog een bepaalde, train jij dan met alle middenvelders samen of is dat gewoon willekeurig gekozen? Nee, dat is gewoon je traint met een paar verdedigers, een paar middenvelders en een paar aanvallers. Dat is verdeeld over die twee groepjes. Hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het goed. Ja? Ja. Maar merk je dat er iets van balgevoel weggaat of merk je dat je iets minder fit bent of ben je wel redelijk stabiel wat dat? Nee, ik ben wel stabiel. Natuurlijk kom ik net van de Ramadan en... moet ik nu even mijn conditie weer omhoog krijgen. En ik heb nog een hele lange periode tot september, dus dat lukt wel. Hoe is het gegaan de Ramadan? Ja, goed, gaat goed. Natuurlijk was het vorig jaar wel zwaarder, omdat we toen in de play-offs zaten. Dit jaar was het wel oké. Ja, maar vorig jaar, volgens mij waren jij, Adil ook, volgens mij, jullie waren de beste van het veld. We hebben het met het team gedaan, maar ik, Adil en een paar andere jongens die toen Ramadan deden, die... Zorgde wel voor de doelpunten, ja. Ja, maar kan je uitleggen wat het met je doet, wat het met je lichaam doet vooral? Toen moest je echt topsport leveren, nu niet. Ja. Je zei al, toen was het wat zwaarder dan nu. Hoe heb je dat nu ervaren dan? Ja, kijk, toen deed ik alles gewoon op wilskracht, snap je? Kijk, natuurlijk, voeding is belangrijk, slaap is belangrijk. En natuurlijk, zoals je weet, tijdens de Ramadan kan je niet eten. Maar ja, ik ben ervan overtuigd dat je 90 minuten toch wel alles kan geven als je er echt voor wilt gaan. Ja. En nu train je dan. Want ik kan me ook voorstellen dat het ook wel een soort afleiding is. Dat je ergens voor... je moet voor een wedstrijd voorbereiden of voor een training. En nu heb je misschien wel veel meer vrije tijd. Misschien is het wel veel moeilijker om met de Ramadan om te gaan, of niet? Ja, ik heb het gewoon als normaal ervaren, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Wat doe je met je vrije tijd, nu je wat meer vrije tijd hebt? Ja, ik probeer gewoon mijn conditie op peil te houden. Door, ouders wonen in Leiden, dus dan is het dicht bij het strand. Dus ga ik wel een beetje lopen in Wassenaar. In de duinen. En soms ga ik het wel het veld op met een ballenzak. In mijn eentje natuurlijk. Ja, that's it eigenlijk. En ik probeer gewoon veel met familie te zijn. Natuurlijk wel gewoon op een gepaste afstand. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, want jij bent een jonge profvoetballer, hè? Heb jij dit wel eens iets soortgelijks meegemaakt qua blessure of zo? Dat je zo lang niet kon voetballen? Nee, eigenlijk niet. Dit is voor iedereen nieuw, snap je? Dit is ook voor mij nieuw. Daarvoor was het voor elke voetballer onzekere tijden, snap je? En ik moet zeggen dat ik echt respect heb voor iedereen die van de club en iedereen is er echt goed mee omgegaan. Wat doet dit met jouw ambities? Want je bent een jonge jongen, je groot talent, jong oranje, doet het goed. Statistieken zijn ook goed, hè? Geloof ik, 9 assists, 4 goals. Wat doet het met jouw ambities deze tijd? Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ik ben bij Sparta, ik weet wat ik heb. En dat je misschien later een stapje gaat maken dan je misschien eerder in je hoofd had. Ja, weet je wat het is? Wat ik ook zei, het is voor iedereen onzekere tijden. Ik heb me afgelopen seizoen goed mijn ding gedaan. Ook bij Jong Oranje en hier bij Sparta Rotterdam. En
Ja, mijn focus ligt nu gewoon op Sparta en wat er daarna gebeurt, ja, dat zie ik wel. En het gaat er meer om mijn ontwikkeling. Ja, nee, tuurlijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat bij jouw zaakwaarnemer de telefoon niet stilstaat. Nee, ja, dat ligt aan Said. Dus ja, af en toe polst hij me wel en van Stee ook. En ja, wat ik ook zei, wat er gaat gebeuren deze periode, dat ligt natuurlijk aan hun. En natuurlijk aan wat andere clubs te besteden hebben, snap je? Dus, ja. Maar je bent er wel klaar voor, toch? Ja, tuurlijk. Wat je ook zegt, iedereen heeft ambities. Hè? En ik wil ook graag die stap hoger opmaken, snap je? Ik wil ook mijn ambities kunnen nastreven. Natuurlijk, als een jonge jongen wil je natuurlijk de top halen. En dat is bij mij nog steeds zo. En ja, als ik uiteindelijk een stapje hoger op kan maken, ja, graag natuurlijk. Sparta is een club naar mijn hart, snap je? Maar zoals ik zei, er is nog geen concreet bod gedaan. Dus zoals ik, ja, mijn focus ligt nu gewoon bij Sparta. Wil jij in Nederland blijven, het liefst? Ja, het liefst natuurlijk wel, maar ja, als dat niet kan, ja, het liefst ook gewoon wat Eredivisie ervaring nog meer opdoen, snap je? Maar als het niet kan, kan het ook gewoon in het buitenland. Dat vind ik ook gewoon prima. Wil je hier in de buurt blijven? Want dan gaan we het gewoon regelen dat je naar Feyenoord gaat. Ja, ja, ik weet het niet. Zo moet je mee oppassen, hè, wat je hier doet. Ja, ja, ik moet heel mee oppassen wat ik zeg. Nou, in hoeverre zie jij het goedkomen dat er weer snel gevoetbald gaat worden en ook dat dit mooie kasteel weer gevuld gaat worden met 10.000 fans? Ja, eerlijk gezegd zie ik het niet snel, heel snel gebeuren, snap je. Kijk, bij ons is het misschien nog wel te doen met twee stoetjes afstand of zo. Maar als je naar een Feyenoord of een Ajax of een PSV kijkt, natuurlijk die stadions zijn veel groter. En natuurlijk als de wedstrijd klaar is, hoe gaan ze dat doen wanneer al die mensen weggaan en het openbaar vervoer gaat weer vol raken. En ja, ik zie het eerlijk gezegd zelf niet snel gebeuren. Al hoop ik wel dat het heel snel gaat gebeuren, snap je. Want voetbal zonder publiek is echt, lijkt me echt niks, snap je. Wat vind je van de fans die wel een seizoenkaart verlengen? Ja, wat ik ook zei net, ik sprak net met een sponsor van de club. En toen zei ik tegen hem in voor- en tegenspoed. Dus echt respect naar de mensen die hun seizoenskaart hebben verlengd. En ook naar de sponsoren natuurlijk, mijn respect. Ja, je hebt Wijnaldum, Depay en nog een paar andere gasten. Die helpen Sparta door seizoenkaarten te kopen. Hebben jullie daar met de spelersgroep ook over gehad om iets te doen voor de supporters die misschien het geld niet kunnen missen, maar wel naar Sparta willen? Ja, we hebben er wel een beetje met de spelersraad mee gesproken om misschien volgend jaar wat meer voor de supporters en de sponsoren te betekenen in die zin. En ja, natuurlijk moeten we even aankijken hoe deze periode gaat, maar we willen wel wat betekenen voor hun, omdat ze ook nu hun clubje helpen natuurlijk. Waar moet je dan aan denken met helpen? Ja, misschien dat we na de wedstrijden vaker hun opzoeken of dat we gewoon clinics meer verzorgen op het stadion en ja, et cetera.